Je kan er ook Yoda van Star Wars maken. Oh, naartoe. God. Ja, die kan ik. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Ik ben steeds meer gaan twijfelen over het houden van huisdieren. Of dat nu mamotten zijn, of hamsters, of katten, of honden. Het kan niet verrekken wat het is, of chimpansees. Het voelt niet goed. Dat is het probleem eigenlijk. Huisdieren... Het voelt niet goed, waarom? Ze zijn gevangen. En ook dat hele antropomorfe gelul over dieren, dat kan me ook enorm in irriteren. Hè? Aha. Ja, ook van die mensen die hebben dan zo'n kat en zeggen... Ja, zie je wel, Miesje, die denkt nu aan de brokjes. Of Miesje was gisteren niet gelukkig, maar vandaag kijkt ze echt heel tevreden uit brokjes. Ik ga flikker op met je Miesje. Ja. Ja. Max, je bent een keer door de politie uit een speeltuin gehaald. Hè? Wat was er aan de hand? Wat had je misdaan? Ik was ingebroken in de grootste speeltuin van Europa met 2 vrienden midden in de nacht, omdat we dat leuk vonden. Niet wetende dat dat best wel gevaarlijk was. Dus wij waren daar. En we waren ook niet aan het blowen of we waren niet aan het graffitien. We waren daar gewoon met een pakje taxi gewoon op die trampolines aan het springen. En op een gegeven moment zag ik een lantaarn. En toen zijn we zo aankomen lopen. En toen stonden er 2 politiehonden. En toen was het van, ja, dit is huisvredebreuk. En toen hele boze ouders. Oh, maar geen strafplan. Hoe oud was je toen? 18. Oh. Toen. Ja. 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 Nee, 17. En heb je boete? Ja, straf? Boete van €300 of zo was. Oh, toch wel. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, heeft Bassie en Adriaan, hebben die nog een rol in jouw leven gespeeld? Ja, ik kan wel een paar soort van enge flashbacks van Bassie uit mijn jeugd nog wel voor de geest halen. Maar ze waren geen actief onderdeel van mijn leven. Nee, nee. Hoe is dat met jou, Jet? Ja, het was er altijd, maar het was niet een grote liefde. Nee, nee. Jou, Jimmy? Ja, fantastisch. Ja? Alles gezien. Ja. Vooral al die liedjes dat je de taal moest leren en zo. Dan gingen ze Griekse les geven en zo. Ja. Geweldig. Ja, jij bent zoals we hebben wel meer kandidaten gehad die totaal gefascineerd waren door Bassie en Adriaan tot grote wanhoop van Maarten. Vreselijk. Wanneer besloot je eigenlijk om je snor te laten staan? Dit is tijdens een zomervakantie geweest. Ik wilde er wat ouder uitzien. En ik dacht, een moustache is daar misschien wel een goede zet voor. Want ik heb hele slechte baardgroei. En dit kan ik ook alleen maar laten staan door 2 maanden lang te doen voor de spiegel. En dan is het er. En sindsdien heb ik hem niet meer afgedaan. Want ik ben toen bij BNNVARA gaan werken. En toen zei iedereen, je snor moet je wel laten staan. Dus... Ja. Oh, dat is nu onderdeel van je persoonlijkheid. Van mijn persona, ja. Van mijn identiteit. Ja.